Tom van Weert stond afgelopen zaterdag tegen NAC Breda voor de tweede keer dit seizoen in de basisopstelling van FC Groningen. Maar net als in de thuiswedstrijd tegen FC Utrecht slaagde Van Weert er niet in te scoren. Hoe anders was dat tijdens de voorbereiding op dit seizoen? Van Weert wist regelmatig het net te vinden en ontpopte zich tot de topscorer van de voorbereiding van FC Groningen. Ten eerste was het gewoon lekker om weer wedstrijden te spelen. De tweede helft van vorig seizoen heb ik voornamelijk eruit gelegen met mijn blessure aan mijn enkel. Toen ben ik op het einde van het seizoen teruggekomen, dus voor mij was de voorbereiding gewoon weer lekker om wedstrijden te spelen. En de tegenstanders waren aanvankelijk wat minder goed, alleen dat betekent dat je wel veel aan scoren toekomt en veel aan spelen toekomt. En dat was op dat moment gewoon lekker voor mij. Voorbereiding is altijd weer wennen, in je ritme komen, minuten maken, fit worden. Ja, dat zijn de voornamelijke dingen die in de voorbereiding belangrijk zijn. Maar ook gewoon weer volledig meetrainen, fit gevoel hebben. En ik was wel benieuwd ook of die klachten aan mijn enkel wegbleven. En dat is uiteindelijk gebeurd, dus dat was voor mij een lekker gevoel. Van Weert heeft dat gevoel nog geen vervolg kunnen geven in de competitie. Hij is weliswaar fit, maar is nog niet de vaste scorende spits zoals in de voorbereiding. Ik denk dat het beste is als je team staat en alles loopt, dan uiteindelijk is dat het beste. Alleen op dit moment hebben we dat nog niet gevonden, dat is duidelijk. Dus tot die tijd is het belangrijk dat iedereen zijn beste niveau probeert te halen. En dan uiteindelijk moet dat samenvallen in betere prestaties. Dat lukte nog niet tegen NAC. Al had dat anders kunnen zijn als Van Weert in de eerste helft een grote kans had benut. Daar is Van Weert. Wordt dit zijn eerste doelpunt voor Groningen? Nee. Ik dacht heel even aan buitenspel, moet ik eerlijk zeggen. Maar de vlag bleef naar beneden. Ja, op het moment kwam uit het niets. Etienne werkte die bal weg en ik stond scherp daar. Ik stond op één lijn met verdediger. En toen werd ik ineens gevaarlijk. Dus ik hang in de lucht om die bal te schieten. En ik word net een beetje uit het evenwicht gebracht. Waardoor ik die bal eigenlijk heel slecht raak. Dus dat was jammer, want ja, dat zijn dan de momenten. Het is niet veel, alleen het zijn wel, achteraf gezien was het enige moment dat ik kon scoren. Ja, dan is het extra jammer dat het dan niet lukte. Alleen het is ook niet zo dat ik daar te lang in ben blijven hangen. Want ik weet ook van dat je als spits daar op die ene kans ook niet afgerekend kan worden. Ik zeg het wel eens, ik heb liever dat ik twee kansen mis dan dat ik er geen krijg. En dan kijken mensen aan van nee, dat snap ik niet, maar dat meen ik. Van, ik heb liever dan kan ik mezelf aankijken van hey Tom, ja, dat waren de kansen en als je iets wil dan moet je die maken. Mm-hmm. Maar nu is het zo van ja, je komt niet aan de 16, je komt weinig in scoringspositie, je werkt hard en je wil graag en je krijgt niet echt het gevoel van dat je het kan laten zien. En dat is op dit moment niet heel goed geweest. Van Weert kan zich vasthouden aan het verhaal van Mimoun Mahi. Mahi was in 2016 lang geblesseerd, maar eenmaal weer fit begon hij steeds meer te scoren. En werd vorig seizoen met 17 goals zelfs topscorer van FC Groningen. Dat zit ook nog steeds in mijn hoofd hoor. Twee wedstrijden in de basis speelde, dat kan gebeuren dat het twee moeilijke wedstrijden zijn. Het team draait ook nog niet, dus dat kan. En dat hebben we vorig jaar ook gehad. Vorig jaar heb ik eerst drie wedstrijden niet gespeeld. Dat had het ook moeilijk, kwam ik op de bank terecht. En toen kwam ik op een gegeven moment weer in en vanaf toen ging ik ook scoren. Dus kijk, ik vertrouw op mijn eigen kwaliteit en ik vertrouw op dat ik doelpunten kan maken. En ook bij dit team dat gaat lukken. Alleen het is op dit moment wachten tot het moment dat we er even doorheen gaan. En dat we betere resultaten gaan halen. En dan gaan we als spitsen daar ook profijt van hebben, zeker. Straks kijken we met Van Weert vooruit naar de wedstrijd van komende zondag tegen FC Twente. En is hier Mahi. En is hier de 2-1. Jawel, toch weer Mahi. En de vraag is opnieuw, zoals het eerder ook al gebeurde tegen Sparta, houdt NAC de voorsprong? Houden ze het vol of wordt het toch nog Groningen dat gelijk komt? Pat, daar is de 2-2, maar hij wordt afgekeurd voor buitenspel. Hij wordt afgekeurd voor buitenspel. Afgelopen zaterdag werd het tweede doelpunt van Mimoun Mahi tegen NAC Breda afgekeurd, waardoor FC Groningen met lege handen huiswaarts keerde. Met 5 punten uit 5 wedstrijden staat FC Groningen weliswaar in de middenmoot op de 10e plaats. Maar echt verwend zijn de FC Groningen supporters tot nu toe nog niet geweest. En dus zijn ze, begrijpelijk, kritisch. Ja, je krijgt dat mee. Je voelt dat.
Alleen je weet ook zelf donders goed, als je wat langer meeloopt, dat als de resultaten uitblijven, ja, dat er rumoer ontstaat. En vooral bij een club als Groningen, die snakken toch wel naar weer wat succes. Beter spel voornamelijk, thuiswedstrijden wil ze wat aanvallende voetbal zien. En tot nu toe is dat sporadisch gelukt. Ik kan me herinneren, de tweede helft tegen Heerenveen was dat het geval. De eerste 20 minuten tegen VVV vond ik aardig, alleen daar is tot nu toe blij gebleven. En dan blijven de resultaten uit. En dan, vooral als je dan tegen VVV NAC speelde, ja, maar één punt, dan komt kritiek. En dat is terecht, dat is te weinig, maar dat leeft in de groep. Mm-hmm. Niemand is hier tevreden mee, niemand stapt de bus uit zaterdag van, wat maakt het uit? Het is maar voetbal. Nee, iedereen baalt ervan. Dat merk je ook. Je praat er met elkaar over. En het is op dit moment zoeken. Alleen het seizoen is nog lang. En we moeten vooral niet te veel laten afleiden door die rumeuren. We moeten vooruitkijken. Naar komende zondag als FC Twente op bezoek komt. Vorig seizoen sloot FC Groningen de reguliere competitie af tegen FC Twente. Met een 3-5 overwinning in Enschede. In dat duel maakte Van Weert na bijna 5 maanden afwezigheid door een enkel blessure zijn rentree. Ook weer duidelijk, hè? Vorig jaar gezien, tot de laatste competitiewedstrijd een beetje langs naast Twente gestaan in de buurt. Net boven ons geëindigd, thuis kansloos verloren uit met een mooie wedstrijd 5-3 gewonnen, dacht ik. Dus ja, dat is ook weer wedstrijden. Je moet zorgen dat je van je beste kant laat zien en dan heb je gewoon kans om te winnen. Vooral niet te veel laten afleiden door wat er allemaal gebeurt en de resultaten die we tot nu toe hebben geboekt. Want in het voetbal kan het heel snel omslaan. Ja, dat heeft Twente zelf afgelopen zondag laten zien tegen Utrecht. Ja, zeker. Twente heeft laten zien, die stond op 0 punten en ineens winnen ze ruim van Utrecht. Nou, PSV was vorige week crisis, want die verloren bij Heerenveen en een week daarna winnen ze toppen tegen Feyenoord. En zijn ze misschien weer kandidaat voor kampioenschap. Zo moet je er ook bij in staan. Van, het is slecht en daar zijn we van bewust. Daar ben ik van bewust. Dat, iedereen die rondloopt, die wil beter. En iedereen moet ook wel beseffen dat dat heel snel kan gebeuren. Want de kwaliteiten zijn er, dat weet ook iedereen. Alleen het is wel een kwestie dat het eruit gaat komen.